Welkom bij experiment deel 286. Zelf een zwaluwstaartje maken. Stel je voor, je bent lekker bezig geweest in de keuken, maar eigenlijk ben je daar niet zo handig mee. En tijdens het snijden van de uien heb je een lelijke snee in je hand opgelopen. Het bloedt als een rund en je hebt zo gauw geen dokter met naald en draad bij de hand om het te hechten. Je hebt daar van die speciale pleistertjes voor, zwaluwstaartjes, maar die heb je niet in huis. Maar je hebt wel gewone pleister en een schaar. Als je er een gewone pleister gewoon opplakt, dan stroomt het bloed eronder vandaan. Maar kun je ook zelf een zwaluwstaartje maken? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden dus, normale pleister en een schaar. Nou, we pakken eerst een stukje pleister, zo groot ongeveer. En nu gaan we knippen in de rand. Kijk, nu hebben we een golfje geknipt. En nu gaan we dat nog een keer doen. Maar dan zorgen we ervoor dat we een breed uiteinde hebben en een smal middenstuk. Nu hebben we eigenlijk een soort zandlopertje geknipt. Brede uiteinde en een smal middenstuk. Nu moet de plakstip er nog af. Dat is altijd de vraag, wat is handig? Haal je die plakstip eraf voor je gaat knippen, dan komt de hele boel aan de schaar te zitten. Haal je hem eraf na het knippen, dan is het een heel gepuzzel om hem eraf te krijgen. Maar we komen er wel. Nou vraag je misschien af, is het wel goed als je pleister op de wond plakt? Nou, de bedoeling is dat je het sneetje dan echt dicht drukt voordat je de hechtpleistertje erop plakt, zodat hij alleen maar op de huid eromheen zit. Hij is smal in het midden. Kijk, dan doe je eerst het ene stukje aan de ene kant van de snee, dan druk je de boel goed dicht en dan trek je hem aan en dan doe je die op de andere. Heb je een wat langere snee, dan kun je er ook twee naast elkaar doen. Het pleistertje heeft nog een kant, hier kun je ook een zwaluwstaartje uitknippen. Ik heb dit een keertje bij de hand gehad. Was ik in de Dominicaanse Republiek en daar had ik me aan een stuk ijzer gesneden. En nou, dit had ik bij me. Dus die heb ik zelf gehecht. Niet mee naar een dokter hoeven te gaan. Wel natuurlijk even goed ontsmet. En nou, het is helemaal genezen, je ziet er niks meer van. Maar de mensen die ik bij me had, die stonden echt te kijken van wat ben jij nu aan het doen? Maar goed, zwaluwstaartje dus. Probeer dit gerust thuis uit, maar het is beter om te voorkomen dat je jezelf snijdt. Dus als je al druk bezig bent in de keuken, doe voorzichtig. Tot ziens!